Salon, dit is de allereerste nederlaag. Die komt hard aan in de spelersgroep. Of hebben jullie zoiets van, hier kunnen we op verder bouwen, hier leren we uit? Natuurlijk komt die hard aan. Ik zag ons niet verliezen vandaag. Zeker niet na onze prestatie. Ik denk wel dat we goed hebben gespeeld. En het was duur om goal tegen te krijgen, juist de laatste minuut van de eerste helft. Jullie hebben hard gewerkt, het ligt niet aan inzet. Hoe verklaar je deze nederlaag? Is dit een van die matchen die je altijd wel eens tegenkomt dat niets lukt? Ik wil zeggen, niets lukt van voor. Of kan je het echt wel duidelijker aanwijzen? Het komt zeker niet door de inzet. Ik denk gewoon door scherpte voor de goal. We creëren veel kansen, maar we scoren niet. En de laatste weken is dat een probleempje, denk ik. En de sfeer in de kleedkamer, was die heel down? Of hadden jullie zoiets van, we nemen dit op en we bouwen hierop verder? Iedereen was teleurgesteld natuurlijk. Ik bedoel, het eerste nederlaag na hoeveel wedstrijden? 12? Ja. 12 wedstrijden. Natuurlijk is dat wel erg zuur voor ons. Maar we moeten blijven doorgaan. Ik denk niet dat wij spelen niet slecht, alleen goaltjes missen soms. Die bal op de paal, dat was echt wel het punt waarop je waarschijnlijk wist van dit gaat vandaag echt niet meer lukken. Nee, ik dacht, toen ik Jason op de paal zag trappen, dacht ik van we gaan toch nog een gelijkmaker maken. Ja. Dat gaf hoop. Ik vond dat hoop gaf. Ja. Maar je kunt niet alles krijgen, snap je? Oké, maar die hoop die je koestert, laat die ons vasthouden en de volgende wedstrijd er weer vol tegenaan gaan. Ja, natuurlijk. We zijn sowieso gefocust op de volgende wedstrijd. Dus de volgende wedstrijd moeten we wel winnen.